Beste OJC'ers, we gaan weer beginnen. 2 maanden geleden moesten we hals over kop het sportpark sluiten en allemaal thuis blijven. Inmiddels hebben we weer toestemming gehad om met de jeugd te gaan trainen. Dus vanaf maandag 11 mei gaat er hier weer voetbal worden op het sportpark. Daar zijn we natuurlijk allemaal erg blij om. Allereerst hoop ik wel dat iedereen in goede gezondheid de afgelopen periode heeft doorstaan. En er weer zin in heeft om de komende periode aan de gang te gaan. Er zijn wel allerlei regels aan verbonden. Ik zal proberen die kort aan jullie uit te leggen. Maar die komt ook op de website beschikbaar. Zorg dat je het allemaal goed leest. En zorg dat je ook je goed eraan gaat houden. Dat betekent dus dat er geen handen geschud worden. Dat betekent dus dat je, als je moet niezen, dat in je elleboog doet. En als je verkouden bent of koorts hebt, blijf je thuis. Ook als er iemand in je eigen familie, in je eigen gezin is die ziek is, blijf dan thuis. Daarnaast hebben we afgelopen tijd veel tijd gestoken in de organisatie om het allemaal voor elkaar te krijgen. En wij zorgen ervoor dat iedereen apart, gescheiden van elkaar, naar het veld toe gaat. Je mag niet met de fiets op het sportpark komen. Dat betekent dus dat de fietsen hier achter het hoofdveld geparkeerd gaan worden. Er zijn geen kleedlokalen open. Er is geen gelegenheid om gebruik te maken van het toilet. En zorg dat je je eigen bidon bij hebt. Want alles is gesloten. We kunnen alleen op de velden terecht om te gaan voetballen. Lees goed door wat de instructies zijn voor trainers, voor ouders, voor spelers. En neem vooral je goede zin mee om weer lekker te komen trainen. Ik hoop dat iedereen er weer zin in heeft. En ik hoop jullie allemaal weer te zien vanaf 11 mei. Tot dan!